20 jaar tijd is het aantal inwoners met een migratieachtergrond in ons land gestegen van ruim 2 naar 4 miljoen. 20% van die groep komt uit buurlanden, 27% komt nog eens uit een ander Europees land en 53% van buiten de Europese Unie. En dat blijkt allemaal uit cijfers van Stadbel. In Nederland wordt nu gepleit voor beperkte migratie. Dan is er ook nog gematigde groei tot 19 à 20 miljoen mensen in 2050. Dat vindt de commissie de beste uitkomst. Migratie ja, maar niet te veel. Moeten wij het zoveelste distributiecentrum hier hebben? Moeten wij inderdaad de beperkte ruimte met het zoveelste areaal aan kassen hebben met mensen uit Oost-Europa? Ja, dat moet je wel onder ogen zien. Ik snap dat dat lastige keuzes zijn, zeker ook voor de mensen in de betreffende sectoren. Maar de politiek is er ook om naar het totaal te kijken en de politieke keuzes in het algemeen belang te maken. Laat ons daar nu heel eerlijk en nuchter in zijn. Ja, we moeten migratie controleren. Ja, migratie moet in de eerste plaats dienen voor de zaken die we hier zelf nodig hebben en niet zorgen voor sociale uitbuiting. Maar laat ons nu ook eerlijk zijn. Zonder die migratie, ten eerste, je kan ze niet 100% stoppen. Ten tweede, het is ook een probleem voor onze arbeidsmarkt. Wij vechten tegen die wat wij noemen omvolking die de Europese Unie op dit ogenblik overal in Europa aan het organiseren is. Dus draai de zaken nu niet om. Dat iemand daar gevoelig voor is, dat is zijn zaak. Wij gebruiken die term om duidelijk te maken dat het om wel degelijk een omvolking gaat. Meneer Baert, of professor Baert, is die diversiteit een troef als je kijkt bijvoorbeeld naar de arbeidsmarkt, uw domein? Goh, daar zouden we een hele de afspraak mee kunnen vullen. Maar als je de cijfers bekijkt, dan kun je alleen maar vaststellen dat we het in elk geval veel slechter doen dan de andere landen het doen. Hè. Daar zijn rankings van, er is juist naar Stadbel verwezen. We staan daar helemaal achteraan. Als je kijkt van iedereen die tussen 25 en 64 in ons land, met een migratieachtergrond, is de helft maar aan het werk. Nederland zit boven de 63% denk ik dat het is. Dus dat vergelijkt met mensen met de Belgische nationaliteit, ja, die zitten ondertussen al op 77%. En daar zitten we rond het Europees gemiddelde. Het is echt bij ons een probleem. En daardoor ja, ook iets dat met het beleid te maken heeft. Wij doen duidelijk andere dingen dan wat men in andere landen doet. Je zou het positief kunnen draaien en zeggen, er is groeimarge. Ja. Er is een potentieel aan arbeidskrachten in eigen land die nog altijd onvoldoende benut is. Exact. En dat is echt ook een verschil met Nederland. In Nederland zijn veel meer kortgeschoolde, ook migranten, aan de slag. 2/3 van degenen zonder diploma secundair onderwijs. Bij ons is dat maar de helft van de mensen zonder dat diploma dat aan de slag is. Bij ons krijg je een beetje het gevoel van of u nu werkt of niet. Ja, eigenlijk maakt het niet zoveel uit voor ons beleid. Maar u hebt gelijk, er is een zeer groot reservoir aan mensen dat we zouden kunnen proberen activeren. Niet tegen morgen, maar wel hervormingen morgen proberen doen om over een paar jaar daardoor te gaan. Eén cijfer, 1,3 miljoen mensen in ons land zijn tussen de 25 en de 64, maar nog aan de slag en nog op zoek naar een baan. En daarmee zitten we opnieuw echt achteraan de klas. Dus inderdaad, ja, dit is een reservoir dat we zouden kunnen aanboren. En het beleid, Vivaldi, want het is vooral federale materie, heeft te weinig die hervormingen kunnen doorvoeren. Ja, dat is de frustratie denk ik van velen. Hè. Er staat in dat regeerakkoord het magische cijfer van 80% werkzaamheidsgraad. Dat was beloofd. Weliswaar niet deze legislatuur, maar daar ging men naar werken. En daar is eigenlijk niks van in huis gekomen. En het is vooral de PS-minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne. Ja, ik hoor je lachen, maar het is wel een heel bittere waarheid dat de man eigenlijk met veel ambitie begonnen is. Men ging zelfs delen van die arbeidsmarkt toch regionaliseren. Men ging met die Vlaamse regering werken. Er is allemaal niks van in huis gekomen. Ja. U gebruikt voor de situatie van diversiteit, als je dat woord wil gebruiken, een totaal ander woord. U noemt dat omvolking. Ja, we gebruiken dat niet altijd proactief, maar we hebben geen probleem met dat woord. U weet dat het een zeer beladen woord is. Ja, dat klopt, maar dan vanuit welke invulling eraan geeft. Als links spreekt over superdiversiteit, dan spreken wij over omvolking. Dromers spreken over superdiversiteit, realisten over omvolking. Omvolking, laat me eens maar duidelijk maken, is geen duister plan of een groot complot. Het is gewoon wat mensen zien wanneer ze in bepaalde wijken komen. Zelfs de heer Rousseau, wanneer hij werd rondgereden door zijn auto met chauffeur, zag toen hij door het raampje keek in Molenbeek. Tja, dat lijkt hier toch niet meer hard op. U zegt geen groot complot. Ik citeer nu toch een partijgenoot, Gerold Vannemans in de Zondag, die zegt, er is een elite aan de macht die massaal migratie organiseert en die beweert dat daar niets aan te doen is. Een globalistische elite om het geboortetekort te compenseren. Ja.
Dat lijkt mij wel een complot. Wel ja, ik ben het, als je de quote zonder context ziet, dan ben ik het daarmee oneens, want het is geen complot. Maar in die periode, en er zijn nog mensen die uitspraken hebben gedaan, is er een EU-commissaris, Johansson, die over arbeidsmigratie het volgende zegt. En dat is het debat dat in de Europese Unie speelt. 3,5 miljoen, houd u vast, hè, 3,5 miljoen migranten komen er ieder jaar naar Europa en zij zegt, eigenlijk hebben we nog een miljoen extra nodig om de demografische achteruitgang van Europa te compenseren. Dat is dus werkelijk een beleid, maar dat gaat dan niet over omvolking, culturen vervangen. Dat gaat specifiek over arbeidsmigratie. En ja, men kan er ook niet aan doen dat door open grenzenbeleid, dat decennia lang gevoerd is, dat het gevolg daarvan is omvolking. Het is geen plan met mensen met dikke sigaren en whisky. Ja, ik ga toch nog eens een elite aan de macht die massaal migratie organiseert. Een verlangen van globalistische elite om het geboortetekort te compenseren. Ja, wat ik heel straf vind, hè, is... Uw partij is duidelijk klaar of zich klaar aan het maken om mee te gaan aan het beleid deelnemen. Of zelfs de leiding te nemen. Een Vlaamse regering wil u graag het initiatief. En dan, als je het vergelijkt met het groot voorbeeld vandaag, Geert Wilders in Nederland, de campagne die we daar gezien hebben, hij kreeg de bijnaam Geert Milders, omdat hij steeds milder werd, omdat hij eigenlijk ook zijn campagne niet zozeer over die migratie ging voeren of over de islam, maar over sociale zaken. En ik zie het Vlaams Belang vandaag, Gerold Vannemans, uw voorganger, en toch iemand zeer invloedrijk, op de VRT over die omvolking in de zondag, heel expliciete taal gebruiken. Het is het complete tegenovergestelde. Dus u bent eigenlijk nog extremer aan het worden daarin. Als u wil, ik zal het hebben over vervreemding, over massamigratie, over superdiversiteit. Het zijn allemaal synoniemen voor hetzelfde verschijnsel. En daar willen wij paal en perk aan stellen. We weten dat die multiculturele samenleving, die superdiversiteit, heel veel uitdagingen of problemen heeft. En je gaat dat probleem niet oplossen door dat groter te maken. Dus ja, we hebben daar een fundamenteel probleem mee, dat mensen zich niet meer thuis voelen in hun eigen wijk. En die superdiversiteit, als ik nog even mag zeggen, zo super is die niet. Hè? Als je kijkt naar de cijfers in de gevangenispopulatie, ja, de lasten, de kosten in onderwijs, in sociale zekerheid, zo super is die superdiversiteit niet voor de bevolking. En toch zegt een eerbiedwaardige commissie in Nederland dat er net migratie nodig is en dat een migratiestop zelf nefast voor de economie zou zijn. Ik citeer het rapport van de staatscommissie. Ja, maar er waren wel adjectieven bij. Het ging over een gepaste migratie, een beperkte migratie. En ik denk dat we dringend dat onderscheid moeten maken. Het wordt allemaal in één doos gestoken momenteel. Waarom hebben we migratie? Misschien nodig omdat er vergrijzing is, omdat er knelpunten zijn. En een deel van die knelpunten kunnen wij perfect oplossen met mensen die hier zijn te activeren. Als het te maken heeft met arbeidsvoorwaarden, met cursussen die kunnen gegeven worden. Maar een deeltje op korte termijn, bepaalde diploma's die wij missen, ja, dat zouden we met arbeidsmigratie kunnen opvangen. Al volg ik daar de werkgevers ook niet helemaal in, want in dat, die zouden zeggen, ja, doe maar wat dat betreft. Want in het rapport van de commissie staat ook dat er wel een langere termijn is van die migratie. Hè. Die mensen die vergrijzen ook op een bepaald moment als ze hier blijven, vraagt om huisvesting en dergelijke meer. Dus opnieuw gaat het hier om doorrekenen of het ook op de langere termijn iets goed is. Welke migratie zou u toelaten? Wel, ik heb wel een tipje van de sluier van die studie gezien. En eigenlijk is, die we besteld hebben, maar geen invloed hebben gehad, voor alle duidelijkheid, de enige migratie die economische meerwaarde is eigenlijk hoogopgeleide migratie uit westerse landen, uit sommige landen uit Azië. Daar ziet je gewoon dat er een netto winst is. Al de rest, kortgeschoolde, heeft eigenlijk alleen maar een kostprijs. En ik ga niet mee met de redenering. VOCA is nu bijna een groene agenda aan het uitrollen of meer arbeidsmigratie. Ja, dat is de lusten voor sommige kapitaalkrachtige werkgevers, maar de lasten is voor de onderwijzer, is voor de OCMW's en dergelijke meer. Je weet gewoon dat dat echt geen duurzame oplossing is. En voor alle andere migratie zegt u, migratie stop. Wel, zeker, want meneer Baart heeft gelijk, men heeft een paar reservoir hier, allochtone werkloosheid. Gaan we naar werkloosheid kijken in Brussel, in Wallonië, men krijgt hier de taalgrens niet over. En als men ze hier niet vindt, dan kan men ze op zijn minst zoeken binnen de Europese Unie. Maar het is geen duurzaam model, denk ik, om Bangladeshi te gaan zoeken om met een bus te rijden ergens in de buurt van Leuven. Maar je hebt Europese regels en je hebt ook het Europees gegeven van asielwetgeving, zodanig dat er een migratietoestroom blijft van mensen die erkend vluchteling kunnen worden en hier ook geïntegreerd worden in deze samenleving. Voor degene van het debat, als men hier spreekt, is het economische migrant die een normale weg te volgen hebben. Waar u op doelt, is asiel, waar een humaan recht is. Daar hebben wij een fundamenteel andere visie op, waar asiel
in eigen regio of een naburig land moet zijn. Wat betekent dat? Dat iemand die op de vlucht is voor een oorlog in Afrika niet kan uitkomen in Oslo. Maar zeer concreet, een conflict op Europees grondgebied, Oekraïne, dat wij ons steentje moeten bijdragen en die vluchtelingen wel moeten opvangen. Dat is een consequente houding van ons en heeft een heel andere discussie dan die staatscommissie in Nederland, die het vanuit een economische visie bekijkt dat het geen duurzaam model is. Ik kom er nog eens op terug, want ik heb geen antwoord gekregen op mijn vragen. De Nederlandse campagne was interessant, omdat partijen daar ook over migratie gezegd hadden hoeveel mensen zouden we eventueel nog willen binnenlaten. En je zag dat daar een aantal centrum- of rechtse partijen waren, de BBB, ook de Liberalen, de nieuwe partij van Omzicht, die eigenlijk bereid waren, die samen een meerderheid hebben, om nadien met de PVV te gaan praten. Maar die PVV had zijn taal wel gemilderd en had een bocht genomen op dat vlak om zich open te stellen. Ik zie niet goed in met campagnes over omvolking hoe u straks een regering kan vormen. En dus voor uw kiezers is dat altijd dezelfde vraag, meneer Van Grieken. Wat gaat er dan voor hun concreet zijn als u zich nu al zo isoleert met taal over het uitwissen van een identiteit en een cultuur? Voor alle duidelijkheid. Eén, wij voeren geen campagnes rond omvolking. De bal is aan het rollen gegaan. U hebt het gisteren nog in het parlement gebruikt. Ja, waarbij ik zeg, het is niet het complot dat de tegenstanders ons opwerpen. Dus ik probeer het een beetje tegengas te geven. Want we worden in maar je zou dan misschien gewoon het woord kunnen vermijden. Het is heel provocatief om te willen uitleggen hoe het werkt. Maar ik zal hier het engagement aangaan. Let op. Ik zal het minder gebruiken, maar het probleem blijft. Minder gebruiken. Het is beloofd. U zegt niet, Vlaams Belang gaat het woord niet meer gebruiken. Dat zeg ik absoluut niet. Waarom niet? Omdat het wel een probleem goed omschrijft. Ik ben opgegroeid in de Kennotstraat in Antwerpen. De laatste bakker is daar weg, de Vlaamse bakker is daar weg, de laatste winkel. Hoe noemt je dat? De linkse noemen dat superdiversiteit, wij noemen dat omvolking. Maar je komt altijd terug op hetzelfde. En dan zegt u met de verschillen, en dat vind ik wel interessant, u isoleert zich daarmee. Ik stel de vraag gewoon, hoe gaat u straks een brug bouwen naar die andere partijen? Ik isoleer mij er misschien mee in de wetstraatbubbel, maar op straat niet, hoor. Zelfs veel allochtonen, derde generatie... U bent de campagne aan het voeren. De vraag van meneer Verschelde is... Er hoeven mij niet mensen buiten komen, begrijp ik. Dat is campagne, perfect. De vraag van meneer Verschelde is, hoe gaat u met de partijen, als u nu de klemtoon al legt op woorden als omvolking en het verlies van de identiteit, het geboortetekort compenseren, hoe gaat u dan een brug bouwen naar eventuele partijen met wie u zou willen samenwerken? Ik heb de campagne van 2019 meegemaakt. Toen was iets anders dan veto's. Dus de dag van de verkiezingen, de dag na de verkiezingen, was ik aan het praten. Voor de verkiezingen zit iedereen op scherp. Ik denk niet dat het zo scherp zal gevoerd worden. En ik wil nog één ding aanstippen. Ik heb de nieuwsrecepties, en die hebt u ook gehoord, en analyses gehoord. Alle andere partijen willen het over alles hebben, behalve immigratie. Ook Bart De Wever met zijn vier werven, niets over immigratie. Ja, dan wil ik wel, tal van studies wijzen uit, dat immigratie in de multiculturele samenleving in de top drie altijd staat van de grootste bezorgdheden. Maar we hebben als niemand er wil over praten... Het was een voorpagina van de kranten deze week, dus ik kan niet zeggen dat het niet in het debat zit. Hè? Als ik beetje een steen in de kikkerpoel kan gooien om het daar toch over te hebben, over de grootste bekommernis van de bevolking, dan zal ik dat blijven. Ik stel alleen vast dat op dat vlak Vlaams Belang toch nog altijd zeer scherpe taal spreekt. En dat is uw keuze, u zegt het ook, u herhaalt het nu nog eens. Ik vraag me alleen af, nog eens de template van Geert Wilders, die vandaag probeert een regering te vormen, maar je ziet het ook met Marine Le Pen, uw andere bondgenoot Europees, dat men eigenlijk toch probeert om die deuren richting een coalitievorming, richting machtsdeelname open te zetten. En dat is exact het verwijt dat u krijgt van alle andere partijen, maar N-VA op kop, hè, dat ze zeggen, ja, kunnen we eigenlijk met dat Vlaams Belang ooit iets doen? En daar antwoordt u toch niet op. Hoe kijkt u daarnaar, professor? Ja, ik zit hier een beetje in het midden in dat opzicht dat voor mij heel die discussie, daar is één woord cruciaal en dat is het bewuste, het strategische van die omvolking. En meneer Annemans is daarnet getoond, die heeft gezegd, het is inderdaad om onze identiteit te vernietigen en er is een zekere elite. Maar ik heb gehoord dat meneer Van Grieken heeft gezegd, ik sta daar niet achter, ik ben het oneens op dat punt, dus ik vind dat wel een belangrijk feit. Iemand als Gerolf Annemans, daar neem je toch op zo'n punt niet zomaar afstand van. En ik heb ook gehoord dat het woord omvolking voor u niet cruciaal is in uw campagne. Dus ik zou zeggen, ja, ga dan inderdaad voor een woord dat iets minder beladen is met de inhoud die u daar wel aan wil geven. Laatste gedachte misschien, bent u niet een achterhoedegevecht aan het vechten in de zin dat de diversiteit een realiteit is in ons land als je die cijfers bekijkt? Wel, daar ben ik het eigenlijk ook fundamenteel mee oneens. We hebben hier heldere discussies in het land hoe dat we de zeespiegel een halve centimeter lager of hoger gaan krijgen en de temperatuur. We kunnen alles beïnvloeden als politici, maar de grootste bekommernis van de mensen
een menselijke activiteit, nota bene, het verplaatsen van mensen, daar zouden we geen invloed kunnen op hebben. Dat vind ik heel Maar de diversiteit bizar. Gaat over mensen met een migratieachtergrond die hier wonen, die hier al langer leven, geïntegreerd raken. Ja, dan gaat toch niet die mensen deporteren om nu ook maar eens een verwijzing naar wat de AfD in Duitsland doet, dat is toch niet het plan waarmee Vlaams Belang zit? Absoluut niet. U kent ons programma. We willen de migratie zoveel mogelijk stoppen. En met de mensen die hier zijn, of ze nu bruin, geel, stippels of paars zijn, bouwen het Vlaanderen van morgen. Maar we gaan het niet doen met mensen die bewust naar hier komen om criminele feiten te plegen, mensen die bewust naar hier komen om te profiteren van onze sociale zekerheid en mensen die bewust naar hier komen om een extreme vorm van de islam aan te hangen, die vinden dat homoseksuelen maar van gebouwen gegooid moeten worden en vrouwen minderwaardig zijn. Daar doen we het niet mee. We vinden niet dat die onze nationaliteit moeten krijgen en dat die best mogen teruggaan. Als er één groep is waar wel actief moet op ingezet worden voor terugkeer, dan zijn het illegalen. Mensen die heel de procedure doorlopen hebben en hier toch op dit grondgebied blijven, naar schatting 150.000 tot 200.000 mensen, daar gaat een actief terugkeerbeleid toch moeten zijn, want dat is niet voor de schone ogen van Tom van Grieken. Maar die mensen die hier blijven, overtreden bewuste wet, worden slachtoffer van huisjesmelkerij en criminaliteit, dat is niet goed voor die mensen en niet goed voor de samenleving. Het is niet zo, u trekt dit nogal op flessen, het is zwart-wit, maar dat is in de realiteit niet. Als je kijkt in dat politiek landschap, aan de Vlaamse kant is er eigenlijk behoorlijk wat consensus dat er wel degelijk een issue is rond migratie en dat er wel degelijk een issue is rond samenlevingsproblemen. En nog eens daar, we zouden als maatschappij daar wel eens een stap moeten zetten. Het migratieplan van mevrouw De Moor heet ook gecontroleerde migratie. Ja, dat niet toevallig. Er is een reden waarom maar heel de Europese context, laat ons eerlijk zijn, u bent daar niet voor dat nieuwe Europees migratieplan, maar dat zet de deuren op slot. Hè. Dat is de kritiek van links. Ik kan erover discussiëren, maar het is in ieder geval een verstrenging. Het is duidelijk dat men in Europa naar een andere consensus aan het gaan is. Dat herhaalt u trouwens ook altijd. In Europa waait de wind van rechts of extreem rechts. En 8 landen in Europa zit extreem rechts mee in het beleid. In Zweden onder andere. U kent de lijst beter dan ik. Maar nog eens, daar vraag ik mij echt wel af. Wanneer kunnen wij in Vlaanderen of in België die stap zetten dat men daar ook met die kiezers rekening kan houden? Want dat is telkens de commentaar en de frustratie. En dat proces zit niet alleen bij de andere partijen, dat zit ook bij u. En nog eens, u voelt de ongemakkelijkheid rond alleen maar die term van omvolking. Ja, dat is een keuze die u als partijleider moet maken. Ik heb ze nooit gesnapt. U was in 2014 zo klein. U hebt een fantastisch parcours afgelegd. Die partij, er is geen enkele voorzitter die zo een parcours gereden heeft. Hè? Dus uw mandaat is gigantisch. Maar doe daar dan eens iets mee om die partij echt klaar te maken. Dat denk ik dat de opdracht is. Maar ik denk, er is geen enkele e-mail binnengekomen, geen enkele reactie. Tom, je hebt nu het woord omvolking gebruikt. Oh my god, nu stem ik niet meer Vlaams Belang. Mensen die een probleem hebben met die multiculturele samenleving, toch? Die zogenaamde droom multiculturele samenleving, is dat voor veel mensen niet. Mensen die dat ervaren, storen zich niet. Je moet toch niet wachten op een mail om misschien een toon te hanteren die andere regeringspartners maar, zou kunnen... Ook over... ja, maar een brug... Ik doe niet aan politiek om mijn politieke tegenstanders te charmeren. Ik doe aan politiek om bezorgdheden van mensen en kiezers onder woorden te brengen. Maar ik geef toe, stoort u zich eraan, ik zal mijn uiterste best doen om het te hebben over vervreemding, over massamigratie. Maar kunnen we ook afspreken dat we eindelijk eens er iets gaan aan doen in plaats van te blijven vervallen in een semantische discussie of van Grieken wel of niet een woordje dat gebruiken. Dat laatste punt wil ik wel opnemen. Hè. Dus u zegt, laat ons over het symbolische strappen aan het beleid doen. Er zijn andere thema's waar de burger ook van wakker ligt. Hè. Dus we hebben die portemonnee. Laat ons vooral die link losmaken en laat ons in die mensen investeren, activeren. En veiligheid is ook een belangrijk thema. Laat ons ook die link terugmaken. En daar volg ik u wel. Hè. Een terugkeerbeleid dat niet gewoon een papiertje is aan geven aan mensen is. U moet het land verlaten zonder dat het serieus wordt opgevolgd. Maar ook een elke beleid, belastingbetaler die maar dat ook een beleid ziet, dat mensen met een migratieachtergrond aan een werk helpt. Absoluut. Zodanig dat ze geactiveerd worden. Okay. Met de wortel van meer overhouden en met de stok van een uitkering die eventueel kan afgenomen worden als men daar niet in meegaat. We onthouden dat u omvolking minder of niet gaat gebruiken. Al was het maar voor jullie. Hè. Oh, goed, dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Tom van Grieken, Stijn Baert en Wouter Verschelde. En u, beste kijkers, dank dat u er weer bij was. Tot de volgende keer.